Goeiedag. Ja, echt wel een beetje lenteachtig gevoel vandaag. Dit veldmuisje kwam zelfs eventjes goed kijken hoe het precies zat in Goes. Daar overigens geen mist. Aan de stranden was wel wat mist. Kan ik u zo mooi laten zien. In Horen ook geen mist. Dan krijg je ook echt dat lentegevoel als je dit straatje zo ziet met al die lentebloesems. Maar ik gaf het al aan. Er kwam ook wat mist opzetten. Vanaf de Noordzee in Zeeland. Dit was een beeld van deze ochtend. Grijze luchten. Ja, het is een beetje lenteachtig weer geworden. De komende dagen blijft dat ook wel zo. Maar er zijn wel wat verschillen tussen het noorden en het zuiden. We hebben te maken met een zuidwestelijke stroming. En in die zuidwestelijke stroming daar zijn wolkenvelden aanwezig. En met name in het noorden kan zo af en toe daar een spatje regen uit gaan vallen op dinsdag en woensdag. Vanaf vrijdag, einde van de week, gaat de wind wat meer draaien naar het westen tot noordwesten. En dat belooft weer een wisselvalliger weerbeeld op te gaan leveren. Als we hier ook de zaterdag zien, ja, moeten we toch rekening mee houden dat het dan toch echt wel weer een ander weerbeeld zal zijn. Nou, dinsdag ziet het er als volgt uit. Temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En met name in het noorden is veel bewolking aanwezig. Naarmate je meer naar het zuiden gaat, kan ook de zon vaker doorbreken en doet het echt lenteachtig aan. En dat alles bij een matige wind uit het zuidwesten. Zoals gezegd, in het noorden kan er misschien ook nog wel een spatje regen vallen. Woensdag en donderdag nog steeds wel een beetje datzelfde beeld. Met woensdag ook nog hoge temperaturen in het zuiden. Misschien zelfs wel naar 18 of 19 graden. Ik sluit dat niet helemaal uit. Vanaf donderdag komt dan wel die koelere lucht binnenschuiven. En wordt het geleidelijk aan wisselvalliger. Dat zien we vooral terug op vrijdag en zaterdag. Dan neemt de kans op buien weer toe in een groot deel van het land. En dat niet alleen. Het gaat dan ook flink waaien uit westelijke richtingen. Dat is al echt een verschil zijn in vergelijking met de komende dagen. Hoe ziet de pluim eruit? Nou, die laat ook wel heel mooi zien dat die temperatuur vanaf donderdag weer wat lager gaat uitkomen. En kijken we dan ook nog eventjes naar volgende week, dan zien we later in de week dat die temperatuur weer gaat oplopen. Met temperaturen die mogelijk al tussen 17 en 20 graden gaan uitkomen. Wat betekent dat voor de neerslag? Nou, de komende dagen vrijwel droog weer, alleen in het noorden dus kans op neerslag. En ik gaf het al aan, vrijdag en in het weekeinde neemt die neerslagkans wel flink toe als die stroming wat meer uit het westen tot noordwesten gaat komen. Fijne dag.